Hey Squadmums, welkom bij deze nieuwe VFX tutorial. Vorige keer hebben wij Muscle Flash behandeld. Dit keer gaan wij onze eigen sniper run maken binnen After Effects. Mocht jij dus een keer een videootje hebben waar een sniper in zit, dan kun je op deze manier leren hoe je een overtuigende en geloofwaardige sniper HUD maakt. Dus laten we niet te lang wachten en gelijk beginnen. Hey Squadmans, welkom bij de tweede VFX tutorial. Zoals gezegd gaan we nu een sniper scope maken, dus we gaan gelijk beginnen met het importeren van onze basis footage. Dubbelklikken we in de project folder, dan kiezen we Sniper Elite Shot bij mij. En zoals je ziet is die nu ook gelijk geïmporteerd. Om een nieuwe compositie te maken slepen we hem dus naar het filmrolletje. En hier is de footage dus geïmporteerd. Zoals altijd scrollen we even door onze footage heen. Oké, dan klikken we hier rechts bovenin op en dan previewen we alles eventjes. Oké, is gepreviewd en dan scrollen we er even doorheen. Dus we zien hier onze footage. Hey, we komen hier een sniper tegen, onze vijand. Die schiet vervolgens op ons en we duiken weg. Dus wat we hier alleen even gaan maken is een sniper HUD. En dat doen we als volgende. Rechterklik doen we in onze compositie, nieuw. En we beginnen met een solid. Die maken we helemaal pikzwart. Doen we oké. En lock aspect en make comp size. Oké. Als eerste, waar je altijd mee begint, is natuurlijk een ronde cirkel van je scope. Dus we selecteren hier naast onze pen op de ellipse tool of Q. Die selecteren we. Dan drukken we in het rondje hier in het centrum, klikken we hem. En dan houden we Alt, Ctrl, Shift, houden we in. En dan trekken we hem ongeveer net zo hoog dat de footage is. Iets hoger misschien. Zo. Dan hebben we hier onze masker gemaakt. Maar zoals je hier gelijk al ziet in onze Black Solid. Die selecteren we even druk op Enter. Dat is onze HUD, noemen we die. Dan zie je gelijk al dat die verkeerd staat. Want de buitenkant moet zwart zijn, de binnenkant moet licht. En dat doen we als volgende. In onze Mask, of met M. Doen we hier bij Add, pijltje. En dan doen we Subtract. Dus dat betekent dat de masker dat hier de weg haalt in plaats van toevoegt. En om maar gelijk, want nu is de rand weer keihard. Om maar gelijk de rand een beetje zachter te maken, drukken we op F. En dan trekken we de pixels. Trekken we met Ctrl ingehouden. Die zetten we rond de. Zet hem op 80%. Ik denk dat dat wel redelijk is. Oké, dus als we nu onze footage weer zouden ramp previewen. Eigenlijk heel erg simpel, maar je krijgt gelijk al een idee wat de bedoeling is. Zoals je ziet hier al mooi de ronde scope. En dan gaan we gelijk verder. Het ziet er veel meer uit dat er gelijk een scope is. Dus dan zijn we op de goede weg. Maar wat we natuurlijk willen. En dat is het belangrijkste bij de HUD van de scope, is de kruis dwars door het midden van het beeld. En die gaan we ook in dezelfde HUD-laag gaan we die openmaken. Dus we selecteren de HUD-laag en we houden deze eventjes in. Dus naast de pen tool zie je de rondje, de ellipse tool, die drukken we in. Houden de knop ingedrukt. Met de knop ingedrukt gaan we naar rechts, naar de rectangle tool. In de compositie weer ingeladen, dan trekken we gewoon even heel simpel een vierkante laag of een kleine dunne lijn. Als we die lijn hebben gemaakt, drukken we V. Dubbelklikken we op de masker, zoomen we iets in en we maken de lijn ongeveer iets dunner. Zo dun maken we die. En om die nou helemaal in het midden van onze cirkel te krijgen, dubbelklikken we weer, zoomen we even in en zoals je hier ziet, dit is het midden, dit puntje hier is het midden van de cirkel. Dus wat we gaan doen, even met de pijltjes. Zorgen we even dat het puntje in het midden van onze lijn komt. Zoals hier in het midden, dan drukken we gewoon op Enter. Klikken we eventjes weg om te kijken hoe het lijkt. Ik vind de lijn nou iets te dik. Dus, de masker geven we eventjes een andere kleur. Dat zorgt voor meer overzicht. Maken we even rood. Dubbelklikken we weer op. Zoomen we weer in. En dan maken we hem iets dunner, zo. Ik denk dat dit wel dun genoeg is. Dubbelklikken we weer, zorgen we weer dat hij in het midden van de cirkel zit. Enter, klik je de masker weer weg. Zoals het nu lijkt, ziet het lijntje ziet er mooi dun uit. En wat we natuurlijk willen, we hebben nu de horizontale, maar we willen de verticale willen ook hebben. Dus masker 2 selecteren we. Drukken we op Ctrl D, die duplicaten we dus. Geven we gelijk een andere kleur. Doen we iets naar de paarse kant toe, of naar de roze kant. Dubbelklikken we op. En dan zie je gelijk al het rondje hier bij de puntje staan, dat die rotatie heeft. En die klikken we in, draggen naar beneden en dan ook gelijk shift houden we in. En dan draaien we hem gewoon door, net zolang tot die verticaal staat. En als die verticaal staat,
Dan gaan we gelijk naar de onderste middelpunt van de cirkel. En dan met de pijltjes, gewoon met de pijltjes, drukken we een paar keer naar links, net zolang tot die goed in het midden zit. En dan drukken we op enter. En als we nu onze masker zouden wegklikken, zoals hier, zie je een mooie kruis door onze scope heen. Ramp preview maar even. En dan zijn we al een stapje weer dichter bij ons eindresultaat. Maar we zijn er nog niet. Wat je vaak in scope ziet, en wat ik zelf altijd wel vet vind, is dat de binnenste lijn, die is dun. Alleen buitenom, er zit een iets dikkere lijn zit eromheen. En die gaan we als volgende gaan we even maken. We selecteren masker 3. Duplicaten we. Geven we gelijk een andere kleur, zodat je goed overzicht houdt tussen de kleuren. Iets donkerder paars. Daar dubbel klikken we op. En die selecteren we even met de pijltjes zo. Maak hem gewoon iets dikker. Zoiets. Zorg weer dat hij mooi in het midden zit. Drukken we op enter. Dan. Die duplicate je ook weer. Die onderste masker 5 geeft ook weer een andere kleur. Die doen we nog meer naar het blauwe toe. Dubbelklikken we op. Dan doen we de rotatie weer shift inhouden. Zorg we weer dat die 90 graden gedraaid is. Drukken we op enter. Zo te zien zit hij in het midden ervan. Ja. Nu komt het trucje eigenlijk. Want als we deze laag even wegklikken. Dan zien we dus dat alleen de onderste lagen om de dikke lijnen, masker 4 en masker 5, dat die nog in beeld zijn. Maar we willen zorgen dat de binnenste gedeelte, dat daar die dunne lijntjes komen. En dan gaan we als volgende doen. Dus met onze laag weer geselecteerd, druk op de rectangle tool, die selecteren we. En dan gaan we even naar het midden van de laag toe. En dan trekken we weer Alt, Ctrl, Shift, zodat die weer mooi rond is. En dan net zo ver tot ik ongeveer wil, dan maken we ongeveer zo'n grootte. Laten we hem los, maar nu staat hij weer op Add onderaan. Zet hem op Subtract. En als je nu weg zou klikken, V en dan klik je weer weg. Nu heeft onze Mask 6 heeft alles weggehaald, maar dat willen we natuurlijk niet. Dus wat we nou als volgende gaan we eventjes doen. We pakken onze Mask 2 en 3, dus die dunne lijntjes, selecteer je helemaal naar onderen toe. En als je nu ziet, dan zie je dat nu alleen van de bovenste, dus van de twee dikke, daar is nu het weggehaald. En als je nou al mooi ziet, dit ziet er gewoon al stukken vetter uit. Dus je ziet hier aan de buitenkant is die mooi dik. Binnenkant de dunne lijntjes. Maar we willen even het volgende toevoegen. We willen hier aan de binnenkant willen ook een lijntje weg hebben. Dus we selecteren onze hutlaag selecteren we weer. We pakken weer de ellipse tool. Zoomen we in naar het midden. Klikken we weer Alt, Ctrl, Shift. En dan maken we ongeveer de grootte van zo'n rondje. En die zetten we gewoon weer op Subtract. En zoals je nu ziet, heb je nu in het midden heb je mooi een lijntje weg. En ik wil het volgende wil ik nou even gaan doen. Binnenin moet je natuurlijk wel iets te mikken hebben. Dus we gaan het volgende gaan we toevoegen. Willen in het midden willen we een rood puntje hebben. Dus de zwarte is helemaal compleet nou. Klikken we weg, doen we gewoon min. Oké, rechtermuisknop in de compositie. Nieuw, solid. Solid maken we knalrood. Doen we oké. Log aspect ratio. En we doen we make comp size. Dan doen we oké. En we doen weer onze ellipse tool. In een puntje in het midden, van het midden weer klikken we. Alt, Ctrl, Shift. En we maken even een mooi klein cirkeltje aan. Dan doen we V, klikken we even weg. En dan zie je, daar hebben we hier een mooie punt in het midden. Die zetten we door even ons gevoel te gebruiken. Zetten we hem in het midden. Dus naar rechts. Zo. Dan zit hij voor je grote gevoel zit hij gewoon in het midden nou. Alleen hij komt nou niet echt super geloofwaardig over. Dus wat we nou het volgende gaan we even doen. We selecteren die laag. Drukken op F, de verder van de masker. Klikken we op 1. Die geven we een verder van 1. Dat die net niet die randjes net iets minder hard zijn. En daarna klik op die laag. Die zetten we op Add. Zetten we die. Dus we hebben hier nou ons puntje, we hebben hem op R gezet, maar we gaan de volgende, we gaan deze even dupliceren, Ctrl D. Dan doen we de onderste, deze noemen we even red dot. Enter, red dot 2. Doen we, drukken we op verder, die staan nog open hier, die trekken we even omhoog toe, dat er net een mooie gloed van afkomt. En nu heb je net die rode rand. We zetten de verder van die bovenste. Zetten we op 1, zetten we op 1,5. 1,5 zetten we die op.
En wat we nu als laatste nog even toe willen voegen, we duplicaten die laag. Dus we gaan eventjes naar Layer, Solid Settings, Color. Zetten we even een stuk lichter. Even heel licht rood, bijna tegen het witte aan. Druk op Nieuw. En dan gaan we naar MM. Mask Expansion, trekken we iets naar beneden. Dat je echt een mooi lichtpuntje geeft. Zo is een lichtpuntje. En dan gaan we er verder. Die staat hier ook nog open. Met Ctrl ingehouden trekken we iets naar boven toe. Dat je een mooi lichtpuntje krijgt. En ik vind het buitenste rondje vind ik nog iets te groot. Dus van de red dot doen we de MM. Zie de Mask Expansion trekken we gewoon met Ctrl ingehouden. Trekken we ook eens naar beneden. Dat je een mooi klein rood puntje overhoudt. En als je nu weg zou klikken, dan zie je in het midden van onze scope, onze HUD, zie je een mooi klein mikpuntje. Dus als we nu zouden ramp previewen, en dan zien we hier dat we niet helemaal tevreden zijn. Zoals we hier even in zouden zoomen op onze vijandelijke sniper, zien we dat hier onze red dot niet echt super geloofwaardig overkomt. Dus wat we nou even gaan doen, we selecteren de red dot laag en we trekken de feather met Ctrl ingehouden, trekken we gewoon omhoog. Net zo lang. Dat die wel geloofwaardig overkomt. En als we er verder op 12 zetten. En we zoomen, klikken we de laag weer weg. Dan zien we nou dat het puntje iets minder scherp en iets realistischer zo. En op deze manier is het gewoon een kwestie van welke footage, welke achtergrondfootage heb ik. En hoe lijkt mijn puntje. Maar als we hem zo hebben, zo de hut, komt hij aardig geloofwaardig over. En lijkt hij gewoon super vet. Nu is het allemaal gewoon platte lagen. En eigenlijk gelooft niemand dus op deze manier dat dit een echte scope is. En wat je vaak doet, als je op het moment dat je door een scope heen kijkt, zie je vaak iets dat het beeld iets op bol staat. Een beetje dat fisheye effect. En dan gaan we op de volgende manier gaan we dat ook even op onze footage toevoegen. We stoppen even en dan drukken we op A en dan U. Dat alle lagen ingeklapt zijn. En dan selecteren we onze Sniper Elite Shot. Drukken we op S de scale. Die zetten we op 110 zetten we hem op. Dan is hij iets groter. En wat ik ook eventjes wil doen. Ik vind het vet. En nu mikt onze sniper die mikt ernaast. We selecteren de footage omdat we vergroot hebben. Druk op P de position. En dan slepen we hem iets naar rechts toe. Dat hij erop mikt. Daardoor heb je iets weer coolere actie weer binnen je video. Dat zijn van die kleine dingetjes wat net iets meer toevoegen. We willen nu graag het fisheye effect toevoegen. En dat gaan we op de volgende manier doen. We selecteren onze footage. Dan effect. En dan gaan we naar Distort Bulge gaan we toe. En het eerste wat we eventjes gaan doen, we gaan even de positie van onze Bulge Center gaan we op het rode puntje zetten. En zoals je hier ziet, in het Effect tab, zie je Bulge Center. En dan selecteren we met deze, selecteren we in het midden van een rondje even, dat hij vanaf daar vergroot. En nu willen we zorgen dat het rondje, de radius van de Bulge, zorgen we even dat hij net zo groot is als onze scope. Dus we trekken met deze trekken we hem helemaal net zo breed dat onze scope rond is. En hetzelfde geldt voor hetzelfde. Dus we selecteren de radius, Ctrl C. Klikken we daarop bij de vertical radius en Ctrl V. Dan zijn ze allebei hetzelfde. En zoals je nou al ziet, dit is wel heel erg overdreven, dit fisheye effect. Je hebt nou wel meer het idee dat je door het glas heen kijkt, maar het is natuurlijk nog niet echt super realistisch. En dus wat we nu gewoon eventjes moeten doen, is de bulge height moeten we even omlaag zetten. We zetten hem eerst op 0. Nu zien we dus helemaal niks veranderen. Maar met Ctrl ingehouden gaan we even slepen tot ons gevoel dat hij mooi is. En als ik hem zo op 0,3 heb. En ik zou hem dan ramp previewen. Dan zie je net dat fisheye effect. En het is niet overdreven. En op deze manier heb je gelijk weer een extra feeling van zo. Hier kijkt hij echt door een scope heen. Alleen we gaan nu het volgende gaan we toevoegen. Onze HUD is wel heel erg perfect. En er zit nauwelijks een beetje blur in. En dan gaan we op de volgende manier gaan we dat toevoegen. We klikken weer in onze compositie rechter muisknop. Doen we nieuw. Klikken we op Adjustment Layer. En in onze Adjustment Layer gaan we naar Effect. En dan gaan we naar Blur en Sharpen. En dan doen we een Radial Blur gooien we erop. Dus dan krijg je echt een ronde blur. Maar op deze manier is hij gewoon veel te groot. Dus we zetten hem gelijk op 0. En dan gaan we met Ctrl ingehouden, trekken we hem iets omhoog. En dan beetje bij beetje
Als ik hem hier op 2,3 heb, dan zie je hier de randjes zijn iets geblurd. In het centrum is hij nog scherp. Dus nou iets te veel. Dus we zetten hem op 1,8. Zetten we hem even op. Dan heb je nu het mooie. Het centrum is nog mooi scherp. Alleen de buitenkant begint al iets meer geblurd te worden. Dus als we hem nu weer zouden ramp reviewen. Dan heb je mooi onze zijkanten zijn iets geblurd. Dan mag wel iets weer hoger. Ik zet hem gewoon op 2. Zetten we hem. Nee. We gaan er tussenin zitten. 1,9. Kan net een klein beetje detail zijn. Nu heb je het centrum. Is mooi, mooi scherp. En de buitenkant zijn mooi blurry. En wat we dus wouden doen. Even ramp reviewen weer. Zie hier een mooie fisheye effect. Plus onze rotatie blur. Onze radio blur. Zie je mooi de fisheye effect. Plus onze radio blur. En dan zijn we bijna bij een geloofwaardig product. We gaan nog even, het volgende gaan we nog even doen. Op je lens zijn normaal gesproken altijd een beetje troebel. Als jij in een oorlog zit of wat dan ook. Je hebt altijd een beetje stofdeeltje of wat dan ook op je lens. Dat gaan we ook even toevoegen. In onze project folder dubbelklikken we weer. En als jullie het niet hebben, ik heb hem hier glass genoemd. Dan ga je gewoon even naar Google toe en je typt in dirt glass texture. En dan zie je vast wel genoeg textures voorbij komen die op deze lijkt. Het zijn gewoon kleine deeltjes met zwart in het wit. En als je die dan gewoon hebt, dan selecteer je die. Drag je hem onder jouw HUD. Want het zit natuurlijk onder jouw scopevizier. Maar die zit midden in je scope. Selecteer je hem eronder. Maar zoals je hem nou hebt, dan is hem natuurlijk niet goed. Maar we gaan de blending mode gaan we even aanpassen. Dus we selecteren naast normal het pijltje. Klikken we op en dan drukken we op add. En zoals je ziet, ziet het er al stukken beter uit. Er zitten mooie kleine deeltjes zitten bovenop de lens. Alleen het klopt nog net niet helemaal. En we gaan nu eigenlijk hetzelfde doen wat we met de basis footage hebben gedaan. Drukken we op S. Van scale. Die maken we op de scale doen we op 110. Selecteren van onze Sniper Elite Shot. In een effect selecteren we de bulge. Ctrl C doen we dan. Selecteren we weer de glass. In effect Ctrl V. Moeten we alleen nog even zorgen dat de bulge center zoals je hier ziet. Zit niet in het midden van die laag. Dus die trekken we weer uit mijn hoofd naar 960. We hebben nu het bulge ook op die deeltjes zitten. Maar we willen nu zorgen dat in het midden van de scope dat er veel minder stofdeeltjes zitten dan aan de buitenkant. Want dat is uiteindelijk je mikpunt en die wil je gewoon schoonhouden als sniper. Dus wat we nu gaan doen, we selecteren onze glaslaag. Selecteren de pen tool. En we trekken even heel erg random een masker in het midden. En zoals je ziet, nu staat er weer op add. Dan drukken we weer op F. Gaan we hier bij de mask op add, zetten we hem weer op subtract. En nu is het midden dus weggehaald. Alleen die harde randjes, daar houden we natuurlijk niet van. Dus dan drukken we weer op F van feather. En dan slepen we hem omhoog. Dan drukken we op, zetten we hem op 200. Mooie hoge feather. En als we nu zouden zien. Nu heb je de buitenkanten. Heb je mooi al die stofdeeltjes. Zijn nog iets te veel aanwezig. Dus we selecteren de glaslaag. Drukken op T van Transparency. Trekken we iets omlaag. Iets minder aanwezig is. Zet hem op 50%. Zetten we hem. En dan zie je nu. Als we hem zouden ramp reviewen. Mooie scope deeltjes. Zoals je nu ziet met de ramp review. Mooie stofdeeltjes op de scope. We hebben een mooi fisheye effect. De radio blur. Dus je hebt echt het gevoel nou dat je door een scope heen kijkt. Zoals we nu hebben geramp reviewd, je kijkt er doorheen, kijkt door de scope en hij ziet iemand, hij schiet en hij duikt weg. En op deze manier heb je gewoon een overtuigende scope HUD. En zo kun je dus, mocht je een keer een sniper in je video hebben, kun je dus mooi zoiets maken. Oké, we zijn nu dus aan het einde van deze tutorial. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben. We hebben nu de volgende puntjes even behandeld. Een aantal maskers maken binnen After Effects. We hebben het bulge effect, of het fisheye effect, heb ik jullie even geleerd in After Effects. Dit kun je nog in zoveel meer dingen toevoegen. Bijvoorbeeld maar heel simpel een verrekijker of een andere scope of een night vision. Noem allemaal maar op. Al die dingen kun je gewoon toevoegen op deze manier. Het is gewoon een hele simpele, vette manier om je actieshots veel cooler en veel professioneler te laten lijken. Zoals altijd, als je deze video leuk vond, geef hem een thumbs up. En share hem naar je vrienden toe op Facebook of Twitter of wat dan ook. En vergeet niet te subscriben op CFV Squad.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.